ik ben 21 jaar. Ik woon in Breda. Ik doe opleiding SIOS. Ik doe judo op topniveau. Dat is mijn passie. Daar gaat mijn meeste tijd in. Ik ben begonnen toen ik ongeveer een jaar of 7 was. Toen heb ik anderhalf jaar ongeveer op judo gezeten. Heb ik kennis meegemaakt. Toen ben ik door omstandigheden gestopt. Had ik ook een blessure gehad. En toen heb ik een tijd niet gejudo'd. Toen ben ik in 2009, omdat ik toch weer iets wou doen met sport, ben ik weer begonnen met judo. Hè. Toen ben ik in 1 jaar tijd Europees kampioen geworden onder de 20 jaar. En dat was voor mij een gevoel van, ja, dit is geweldig. Hier kan ik nog veel meer meedoen en indoen. Trainers bijvoorbeeld en alle judoka's in mijn omgeving die al heel lang aan judo doen, die zeggen dat ik heel explosief ben en ook heel erg soepel. Want ze zien niet zo iemand in de zwaargewichtdivisie die als het ware in een spagaat of in een split springt en daar ongedeerd uitkomt. En dat zijn ja een beetje als het ware sterke punten voor mij. En ik denk dat mij ook uniek maakt wel in de zwaargewichten, dat echt wel mijn pluspunten zijn. Ik ben volgens mij 1,85. Ik weeg tussen de 114 en 116 kilo op dit moment. En ik heb schoenmaat 48. Ja. Nou, die schoenmaat, dat is behoorlijk. Maar verder zijn geen heel bijzondere waarden. En toch ben jij zo sterk. Want je bent afgelopen weekend Europees kampioen geworden. Voor de tweede keer. Ja, ik hoorde dat het echt een goede prestatie is. Dat het alweer een hele tijd geleden is. Sinds een Nederlandse man Europees kampioen is geworden onder de 23. En dat is wel een bijzondere prestatie, vooral omdat ik het al eerder al Europees kampioen ben geworden. En het is mooi. Het voelt als een bevestiging voor mij dat ik op de goede weg ben en steeds stappen weet te zetten in aanloop naar de grootste mogelijke toernooien. Ja, vertrek ik eerst naar Korea, Seoul, waar ik naar een universiteit ga om te trainen met Koreanen, met Koreaanse judoka. We hebben daar een hele harde trainingsmentaliteit en daar wil ik wat van oppakken. Ik ben heel leergierig en ik wil graag ervaren wat hun zeg maar doen. En dan ga ik met hun trainen een aantal dagen. En vervolgens ga ik door naar Japan, waar ik bij een andere universiteit zeg maar ga trainen 2 weken lang. Waaronder met bijvoorbeeld, als het goed is, Olympisch kampioen Nishiyama in de 90 kilo en even andere judoka's. En daar wil ik mijn judo ontwikkelen, verbeteren. Ik wil ervaren wat hun doen, alles toevoegen aan mijn judo om nog beter judoka te worden. En dat alles met als doel die gouden plak, Rio 2016? Dat is waar ik het voor doe.